Mijn naam is Vincent Evert, ik ben Trendwatcher en de komende 3 jaar ga ik het hebben over zelfsturing. Zelfsturing, dat mensen systemen zelf besluiten kunnen nemen en kunnen optimaliseren, is echt een trend die ik voor de komende jaren enorm belangrijk zie worden en waar ik over ga hebben. Dat gaat niet alleen maar over deze auto die zelf stuurt, want zoals we nu in de Tesla zitten, rijdt dat ding helemaal zelf. Maar dat gaat ook vooral hoe wij als mens functioneren. Hoe wij als mens en als werknemer functioneren. Als persoon hebben wij de juiste informatie op de juiste tijd. Kunnen we zelf besluiten nemen zonder dat we anderen nodig hebben. Het gaat ook over slimme systemen. Ik denk dat we gaan naar slim onderwijs, wat zich aanpast aan het niveau. Wat slimme gebouwen die veel beter met energie en met mensen omgaan. Hetzelfde met energiesystemen, want het energiesysteem gaat compleet veranderen. Gaat naar decentraal, naar zon, naar wind en ook allerlei slimme intelligente grid. Maar dezezelfde auto met zijn 8 camera's, een supercomputer en met software die elke week nieuwer wordt, kan binnen 3 jaar helemaal autonoom rijden. Helemaal autonoom. Mijn kinderen kunnen in deze auto dan stappen en die zeggen: Ellen, rij naar school. En dan rijdt dat ding helemaal naar school. Daarna gaat hij andere kinderen helpen, of mijzelf, of mensen die ik ken. Of hij gaat als een soort Uber zonder chauffeur gaat hij aan het werk. En dan gaat hij niet zeg maar 30 minuten per dag werken, zoals de gemiddelde auto in Nederland. Maar dan gaat hij 2 of 3 uur werken. En dat betekent dat we minder dan 4 keer zo weinig auto's nodig hebben. En met dit zelfsturingproject werk ik met een aantal partners. En het eerste wat je nodig hebt voor zelfsturing is een goede digitale identiteit. Want als je niet de goede digitale identiteit hebt, kun je niet bij de juiste informatie op een veilige manier krijgen. Dus ik werk samen met bedrijven als CM, een identiteitsprovider uit Breda, die eigenlijk dat heel makkelijk mogelijk maakt. Met IDIN, dus van de betalingsvereniging van de banken, die zorgt dat iedere Nederlander een goede digitale identiteit krijgt. Die heel makkelijk aan anderen gegeven kan worden op de manier waarop ze zelf willen. Ik werk zelf samen met de Volksbank, die ook veel meer vanuit de klant naar de zelfsturing kant wil geven. Dat ze zelf alles kunnen doen wat ze willen. En die ook IDIN mogelijk maakt. En we hebben ook KPN, die zorgt voor die hele Internet of Things en de connectivity die we daarmee hebben. We gaan naar miljarden sensoren die ervoor zorgen dat we veel beter energie kunnen besparen, veel meer luxe kunnen krijgen en veel meer comfortabel, slim, intelligent kunnen werken. En daar zijn de Internet of Things is daar heel belangrijk in. En ik werk samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die heeft een Smart Together project om de infrastructuur gewoon geschikt te maken voor deze nieuwe intelligente auto's. Nou, dat wordt echt een mooi project. Gaat 3 jaar duren. En ik denk dat er heel veel gaat veranderen. En ik vind het leuk dat je daarin meegaat.